We kunnen alleen maar met die koning leven als wij heilig leven. Als wij niet heilig leven, raak je die koning kwijt. Als je een verlangen hebt om in alles hem te behagen. Kijk eens, als een jongen en een meisje veel van elkaar houden, dan heb je een verlangen om het die ander vooral naar de zin te maken, te behagen. Nu wil je het die ander naar de zin maken. Dat begrijpt iedereen. Als er een beetje liefde tot de Heer is, ik zeg het maar eenvoudig, dan heb je een verlangen om het hem naar de zin te maken. Om in alles hem te behagen. Om zo voorbereid te worden, om straks in heerlijkheid bij hem te kunnen zijn. Want in de hemel is geen... In haar zal niet inkomen dat verontreinigt en de gruwelijkheid doet en de leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. De heiligheid is het sieraad van uw huis. Maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij heilig in al uw wandel. Daarom, opdat er geschreven is, wees heilig, want ik ben heilig. Leven. Betekent dat, nou, bij wijze van spreken, stroop je mouw op en probeer maar je best te doen om het kwaad eronder te houden enzovoort. Nou, dat hoef je niet eens te zeggen. Dat wordt een hopeloze mislukking. Op zijn best word je een goede farizeer. Hoe word ik dan heilig? Zou je het willen? Laat ik dat eerst eens vragen. Zou je het willen? Heb je nou de zonde lief? Of heb je hem lief? Ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en zo goed. Maar helaas, ik ben niet als Jezus. Mijn hart is vol van kwaad. O, helpen. En geef mij hulp. En raad, hoe word ik heilig? Alleen maar als je dicht bij Christus leeft. Als je elke dag weer die toegang tot hem zoekt. En bij hem mag verkeren. De geloofsomgang met Christus, dat is reinigend. En dat is heiligend. Hoe meer ik met hem mag omgaan. En hoe nauwer ik met hem mag man, hoe meer zijn heiligheid in mij zal gaan stralen en zichtbaar worden. Opdat gij